Denk je aan een groot koptelefoonmerk? Grote kans dat je aan Sennheiser denkt. En vandaag kijken we naar deze nieuwe Momentum True Wireless 2 Bluetooth oordopjes. En wij vragen ons af, is dit ook de topkwaliteit die we van Sennheiser gewend zijn? Ja, dit is alweer de tweede generatie van Sennheiser's Bluetooth oordopjes, die mee moet doen met de andere draadloze oordopjes in de hoogste prijsklasse. Ja, en voor deze keer is er goed geluisterd naar de feedback die de consument gaf op de eerste generatie en dan vooral met betrekking tot de accuduur van de oortjes. De accuduur van de eerste generatie was met 4 uur prima, maar mensen zoals ik die de hele dag muziek luisteren op werk of onderweg, konden wel een beetje extra gebruiken. Sennheiser heeft dus goed geluisterd en de accuduur van de oordopjes zelf, sterk verbeterd. Waarbij de eerste generatie de oordopjes zelf een accuduur van 4 uur hadden, kun je met deze tweede generatie wel 7 uur muziek luisteren zonder opladen. En nog fijner is, als je ze in het doosje legt, kun je ze nog 3 keer helemaal vol laden. Dus daar zijn we blij mee en dat rechtvaardigt ook het iets grotere doosje. Ja, als we naar dat doosje kijken, dat is echt een heel mooi ding. Het voelt en ziet er gewoon premium uit met een mooie stoffen buitenkant. Zorg wel dat hij goed schoon blijft. Je kunt de oortjes er gemakkelijk in doen. En dan beginnen ze direct met laden. Op de achterkant vinden we een USB-C poort. Dat vind ik zelf wel fijn, want dan kan ik ze gewoon opladen met de oplader van mijn telefoon. Geen gedoe met extra losse snoertjes. Dat is top. Ja, dan natuurlijk het belangrijkste, de oortjes zelf. Die gaan helemaal je oor in, dat noemen we in-ear. En ze zijn een aantal verschillende groottes oordopjes meegeleverd. Dus er is rekening gehouden met het feit dat natuurlijk niet elk oor hetzelfde is. Als je de oordopjes indoet, dan merk je dat ze direct goed afsluiten van je omgevingsgeluid, omdat ze helemaal je oor ingaan. Ze zitten ook lekker, niet te groot. Dus ook qua draagcomfort heb ik niet zoveel te klagen. En ik zie mezelf deze oordopjes namelijk wel voor een langere tijd dragen. Je verbindt ze met je telefoon door 3 seconden op beide oortjes te drukken. Nou ja, en als je op play drukt van je telefoon, ze klinken gewoon echt heel goed. Het geluid is lekker helder, dat is fijn. En de actieve noise cancelling werkt ook prima. Je merkt dat je minder last hebt van ruis of andere geluiden in je omgeving. De beste toepassing voor die functie is natuurlijk op kantoor of op andere plekken waar je moet concentreren. Maar het allerfijnste aan actieve noise cancelling is bijvoorbeeld in het vliegtuig of in de trein. Want dan heb je minder last van die lage brom van motoren op het spoor tijdens het reizen. En dat geeft wel echt een hoop rust. Ja, zoals veel andere fabrikanten heeft ook Sennheiser een speciale app. Die is fijn en overzichtelijk en geeft je zelfs de mogelijkheid om de aanraakfuncties van de oortjes te veranderen. Dat is chill, want zo kun je de hele besturing aanpassen naar jouw voorkeur en zo snel mogelijk navigeren als je wil. De app heeft ook een equalizer ingebouwd die met vloeiende lijnen werkt. Dat ziet er wel mooi uit, maar voor de echte audioliefhebber zou het fijner zijn om toch ook te kunnen kiezen voor die klassieke balkjes die je op en neer schuift. Al met al, Sennheiser laat zien dat ze ontzettend goed weten wat ze doen als het gaat om audio. Zelfs in deze hogere prijsklasse laten ze zien dat deze Momentum True Wireless 2 oordopjes mee kunnen met de andere grote merken en zeker de lange accuduur, het heldere geluid en de goede noise cancelling maken dit een zeer aantrekkelijk product. Dus, word jij nou helemaal enthousiast van deze oortjes of wil je gewoon wat meer informatie? Kijk op belsimpel.nl of download onze app.